Oh, ja, ole leki. Leja ole leki. Daarom neem ik pot den sanja. Dus naar staat olie. Hey, 16 oktober ben ik dus die kant op gegaan. En ik heb de boot gepakt. Oké, hier zien we al dat er olievervuiling is. Het is nog niet helemaal vast te stellen, maar ik ga ietsje verder. Ik zie hier ook al zwarte besmeuring. Dit zijn de eerste beelden die ik heb gezien. Hier zie je ook zwarte besmeuring. Ja, oké, dit wordt voor mij serieus. Dit is mijn grootste angst geweest. Dus dat die olie op mangroven komt. En dan zit je natuurlijk ook af te vragen van wat voor olie is dit? Voor mij is dit duidelijk dat dit heel zware fracties zijn. Fracties van die in de richting van asfalt gaan. Maar dat zijn de zwaarste fracties in aardolie. Dus toen ik dit zag, dacht ik bij mezelf, dit is geen smeerolie. Dit is geen afvalolie van schepen en noem maar op. Ik heb hier een monster van genomen. Maar het is overduidelijk dus dat dit om aardolie gaat. Ook een hele belangrijke vraag is, hoe komt het dat als die olie vlak daar op een steenworp afstand is van de raffinaderij, en dat komt nu, Fabi, Coolip Singh, die bedrijven waar die olie is gevonden, die zijn echt naast die raffinaderij. Met Fabi het dichtstbij. Kijk hoe ernstig het is, die olie zit echt op die bomen. Op die planten, op die wortels, op die bladeren. Dus dit gaat gewoon afsterven na een tijdje. Ik vroeg mij natuurlijk af van, hey, wat gebeurt er hier? Ik vaar verder. Kijk hier, we varen langs die raffinaderij. Dit is het begin van die raffinaderij vanuit Bosjebrug. Dus hier zag ik al een patch. En ik vaar er, dus hier zie je olie. Dus hier is die raffinaderij. Hier zie je duidelijk dus die olie ook. Dus hier ben ik even teruggevaren om het even vast te stellen dat het echt om olie gaat ook. En we zien dus nu, dus dat tussen al die waterplanten, die hier waterhyacinten en zo, dat daar ook heel veel olie tussen zit. Dus nu vaar ik voorbij die raffinaderij. Wat opmerkelijk is, is dat alles hier schoon is. Op het moment dus dat ik rondom die steiger vaar, is alles netjes schoon. Ik kon niet echt olie daar vinden en dat viel mij meteen op. Kijk, ook hier, die steigers zijn zwart, maar oké, als er olie op zou zijn, dan zou het op zijn minst toch wel een glansachtige kleur geven. En dat zie ik dus hier niet terug. Dus ik vaar voorbij, het ziet er redelijk uit. Ik ben natuurlijk een beetje verkwijfeld. Hé, Sanja, ik dacht dus dat het van saasolie afkwam. Dus ik vaar voorbij en ik kijk achterom en ik zie nu dat er daar olie... Althans, het ziet eruit als schaduw. Ik dacht dus dat het schaduw was, maar het is goed gecamoufleerd. Dus ik vaar terug. Oh ja, olé lekki. Leja olé lekki. Daarom neem ik pot den sanja. Dus naar staat olie. Dus hier... Voor mij is dit een bevestiging dat die olie van staatsolie is. Maar ik heb nog meer bewijsmateriaal. Dit kan niet. En dan zit hier ook af de vraag van hoe vaak is dat gebeurd? Google Earth. Hier langs deze kade was al die olie. Er wordt gezegd van dat Marina Dorga. Maar deze hele strekking 3,26 kilometer. En waarschijnlijk is er nog meer olie hier, maar ik heb niet, eerlijk gezegd, niet meer verder de moeite genomen. Maar 3,5 kilometer, kan je wel zeggen, is besmeurd met olie. Van onze oeverbescherming, de mangroven. Dus, en dan gaan we nu kijken van, hier hebben we die raffinaderij. En dit is het plekje wat ik net heb gevonden. Deze satellietbeelden zijn van 8 augustus. Bijna 2 maanden geleden. We zien hier duidelijk dat er hier olie zit. Waarom is dat duidelijk? Ik ga nu even in de historie terug. Dit is juli
van dit jaar. 3 maanden terug. Je ziet duidelijk dat het schoon is. Ik ga verder kijken. Ik denk van, hé, hier is er iets aan de hand. Hier hebben we een kreek die langs de raffinaderij loopt. Hier is die powerplant. Die kreek ziet er redelijk schoon uit. Deze locatie moet je in de gaten houden. En deze locatie moet je in de gaten houden. Nu ga ik terug naar die datum waar ik net was. Ik wil niet zeggen dat dit allemaal olie is, want dit loopt helemaal door. Dit kan waarschijnlijk ook vervuiling zijn. Maar dit zegt heel veel. Dit is van oktober 2021. Dit is een jaar terug. Alles hier is schoon. We zijn nu op maart 2021. Er is weer olievervuiling daar. Er is weer lekkage hier. Dat kan niet anders. En, wauw. Ik weet niet of dit allemaal olie is, maar het lijkt wel alsof het extra vervuild is. Dus het lijkt alsof we daar een structurele vervuiling hebben, afgezien van de stadsvervuiling, want dit zijn kanalen die ook naar het achterland doorlopen, langs heel veel gebouwen. We weten niet of... Ik kan niet hard maken of dit allemaal van staatsolie is, maar ik vind het wel opmerkelijk dat als het hier schoon is, is het hier ook schoon. Dus dat vind ik wel opmerkelijk. Ik denk dat mijn verhaal duidelijk is. Staatsolie is hier 100% verantwoordelijk voor. Die olie komt van hun raffinaderij. Zij horen hier als staatsmaatschappij, horen zij daar transparant te zijn. Ik kan daarbij direct zeggen dat de olie niet van ons vandaan komt. In tegenstelling hebben we onze medewerking verleend om analyses te plegen van de olie in de rivier. En op bepaalde punten in onze eigen boten, bij onszelf, maar ook in andere boten die in de buurt waren. En we kunnen met zekerheid zeggen dat de olie niet van ons komt. Dus iedereen kan een dagje opstaan en iets beweren, maar het moet bewezen worden. En ik denk dat nog komt, want ik begreep dat NCCR de zaak heeft overgedragen aan het OM. Dus laten we dat, als de meneer ook had afgewacht op de resultaten, dan kan hij met stelligheid de beschuldiging doen. Ik denk niet dat we kunnen stellen dat ze olie hebben gezien op satellietbeelden. Als de meneer vindt dat dat een manier is om zaken aan te tonen, dan moet hij ons laten zien dat dat werkelijk werkt. En ik denk niet dat de manier is om olie te vinden. Hij beweert ook dat we de steger schoon hebben gespoeld. We hebben absoluut niks schoon gespoeld. Het is zware olie. Zware olie wordt door ons geproduceerd. Maar zware olie wordt ook in schepen gebruikt als fuel voor lange afstanden. En ja, dat zou best uit any schip kunnen komen. En ik denk dat het NCCR mogelijke idee heeft en het bewijsmateriaal heeft overgedragen aan het OM. Het Openbaar Ministerie kan altijd hulp inroepen van technische mensen. Maar ik denk dat er inmiddels, of in het pakket dat is ingediend, behoorlijk wat aanknopingspunten zijn om de dader te achterhalen. We gaan de stichting aanschrijven. Het kan niet dat iemand een ongefundeerde uitspraak doet en daar gaan we ons wel tegen verzetten.